3 meter. Vijf meter. Oh, Britje. Oh, schat, je trilt helemaal. Dat is niet nodig. Oké, niet nodig. Even een beetje zo. Koen. Koen in een schaatspak. Koen in zijn zwembroek. Koen, geef me een zon. Nu moeten we constateren dat de sprongen niet meer aan Koen denken. Dat zei de trainer nog net. Ja, maar hij geeft jou wel een beetje power natuurlijk. Dat is ook goed. Oké, allebei. Goed opletten aan Koen denken. Nog even heel langzaam. Koen. Koen. Even kijken, volgens mij zit... Ja, ik zie je, Kim. Kim zit bij Koen. Ja, ik heb hem al even opgezocht. Ah. Zeg nog even iets liefs tegen haar. Brit, ook al gaat het fout, ik kom je redden. Oh. Ik hou er zo van. Wat voor soort sprong ga je doen in deze romantiek? Lukt het nog? Ik ga een binnenwaartse hurkduik maken. En het is zo eng, omdat je steeds met je hoofd naar die plank toe moet springen. Dat vind ik zo doodeng. Nou, het is gewoon beton, hoor, schat. Het is geen plank. Maar dat maakt niet uit. Ik weet zeker dat het goed komt voor jou. Concentreer je. We wensen je alle goeds. En zo direct beneden, dat beloof ik je, dan geeft Koen jou een zoen. Goed? Oké, ja. Dan doe ik het. God, je begint een stuk blijer te kijken. Heel veel succes, Britt. Zet hem op, meisje. Kom op. Schuld. Kijk. Dat is toch lekker. Dankjewel, Koen. Oeh, hoe ging het? Het ging gewoon niet. Normaal ga ik strak als een pijl. En nu voelde ik denk ik niet echt die pijlgevoel. Misschien toch te veel met Koen in je hoofd. Ja, ik weet het niet. We gaan het gewoon vragen aan de jury. Dirk, hoe heeft ze het gedaan? Ah, Britt, ik heb je vanmiddag gezien. Je was zo nerveus al de hele dag. Maar nu heb je het wel gedaan. Vanmiddag heb je pas besloten om niet van de 3 te gaan, maar toch naar die 5, hè? Ja, daar baal ik ook voor. Ik had hem eerder moeten oefenen. Echt waanzinnig veel lef heb je getoond. Oh, fantastisch. Dankjewel. Frans. Ja, Britt, je laat toch weer... We zijn er net van spektakel toch een beetje weer overgeschakeld naar schoonspringen. Want een binnenwaartse sprong is gewoon hartstikke moeilijk en eng. Zoals je ook zei, je moet met je hoofd terug naar de beton. Dan kan je ook niet te ver weg springen, anders haal je die sprong niet. Dus dat deed je toch keurig. Ja, de landing sloeg erg over. Dus er zijn verbeteringen mogelijk. Maar ik vind het wel een goede sprong. Dankjewel. Nou, dat zijn toch best aardig geworden, Britt. Zullen we gaan kijken wat dat betekent voor de punten, Frans? Ik geef een 7,5. Oké, dankjewel. Inge. Ja, Britt, ik inderdaad, je was zo enorm nerveus. En ik waardeer heel erg je streberigheid. Ik geef een 7,5. Dankjewel. Dirk. Britt geblesseerd en dan toch naar die hoogte. Je krijgt van mij een 8. Yes! Ja. Yes. Die wilden ze hebben. 2,7,5 en een 8. Nou, dat is helemaal niet slecht, Britt. Maar we draaien ons weer eventjes naar het stemvak. Lieve dames en heren, u mag een cijfer geven voor de sprong van Britt. Niet te streng. Ja! Nou, er gaan al wat duimen omhoog, dus dat zal vast wel goed komen. Laten we eventjes kijken naar het voorlopige juryklassement. Oké. Waar kom jij in de ranking te staan? Nou, Britt, met 23 punten op de 3e plaats. Oké. Toch goed. Keurig. En dan hebben we nog niet eens de punten van het stemvak daarbij opgeteld. Dus er kan echt nog van alles gebeuren. Ga lekker bij de andere kandidaten zitten. Dames en heren, laat je nog één keer horen voor Britt. Woehoe!